Woensdag 4 maart 2020, Nationale Voorleesdag. Vele scholen hebben ervoor gekozen dat er vandaag voor de klassen voorgelezen is voor de leerlingen. Dat is gedaan door de leerkracht zelf. Anderen hebben ervoor gekozen om bekenden uit de gemeenschap te vragen om voor te lezen voor de kinderen. De Sriraamschool, Milo-school van de Sanatan Dharam, daar heeft de directrice zelf voorgelezen voor de kinderen. Prime Alert, die was er ook aanwezig en wij legden voor u het volgende verslag vast toen juffrouw Reuti Sitaram, de directrice van de Sriraamschool, voorlas voor de kinderen van de eerste klas. De beelden zijn vastgelegd door Raj Mahango. Het lezen hier op deze school, hoe bevorderen jullie dat zelf? Goeiedag meneer Ganesh. Vandaag is inderdaad Nationale Voorleesdag. En we hebben dus inderdaad de kinderen vooral vandaag extra voor ze voorgelezen. Maar wat merken we over het algemeen op school hier? Kinderen houden niet van lezen. Wij proberen ze te verplichten om te lezen. Ze komen naar de mediatheek, ze moeten een boek lenen en ze moeten er een verslag van maken. Hè? Ze moeten een uittrekseltje maken, ze moeten het soms ook presenteren wat ze hebben gelezen. Alleen dat we zien dat ze hebben gelezen, we verplichten ze. Vaak wordt het niet gedaan. Hè? Moeten ze strafwerk ook nog krijgen omdat ze niet willen lezen. Ik vind het zonde. Ik weet dat toen ik nog op school zat, we nog op de lagere school zaten, waar onze ouders gingen smeken om boeken voor ons te kopen. Ongeacht Suske, Wiske, Donald Duck, wat er dan ook was. We hadden series, de Oerlijke Tweelingen en zo. We hebben Mark en Mieke. We gingen het allemaal, we waren verplicht, we waren lid van CCS, boeken te halen. En ik ga je zeggen, lezen, als je ervan houdt, je komt zoveel aan kennis te weten. Tegenwoordig hoef je niet eens een boek aan te schaffen, want dat is duur. Je hoeft je ouders niet te belasten om een boek te kopen. Je kan alles van het net gaan lezen, downloaden. He, er zijn zoveel verhalen. Je hebt zelfs ook e-books die je gewoon kan lezen op het net. Dus er is zoveel meer. Ik zeg ze, lees je alleen de krant. Maar dan heb je tenminste iets gelezen. Een aantal woorden ben je tegengekomen die je niet kent. En misschien uit de context haal je de betekenis van het woord. En misschien kinderen die op dit moment naar u zitten te kijken, als het nou uw eigen leerlingen zijn of andere scholieren, wat wilt u ze voorhouden, vooral wat het nut van lezen is? Nou, ik wil ze zeggen, maak lezen tot een hobby. Lees elke dag, al is het een klein stukje dan ook. Maar er zijn zulke spannende boeken, spannende verhalen. Hè? Net als hoe je naar een spannende film kijkt, zo heb je ook spannende boeken. En begin ervan te houden, want je mist ontzettend veel als je niet leest. En lezen is echt een genot. Kijk, straks in de vierde klas hebben de kinderen voor de examenkandidaten voor de talen moeten ze verplicht boeken lezen. En ze worden daaruit geëxamineerd. Het is nog steeds een probleem dat aan de mondelinge tafel, wanneer ze geëxamineerd worden, dat de kandidaten gewoon zeggen, juf, ik heb dat boek niet gelezen. Of ze gaan hurry een dag ervoor, gaan ze een uittreksel lezen op het net. Maar je weet het, uittreksel is echt kort beknopt. En als wij gaan examineren, examineren we in diepte. Hè, in dat boek, in het verhaal. Om te kijken of je echt leest. En het is jammer natuurlijk dat kinderen niet van lezen houden. Hè, en, maar waarom zou dat volgens u liggen? Ik weet het niet. Het is inderdaad met allerlei dingen, moderne dingetjes die erbij komen. Kinderen hebben nu aandacht voor hun smartphone, die eigenlijk hele goede dingen kan. Je kan heel veel leren daaruit. Maar dat het ook meer voor social media wordt gebruikt, voor allerlei foto's maken, allerlei dingen doen. Dus het nut ervan, het positieve ervan, lezen, leren, zich ontwikkelen, komt weinig naar voren bij deze kinderen. Kijk naar de tafel. Wat zie je daar? Boeken, kranten, allemaal dingen die we moeten lezen. Kijk achter je op het bord. Tekening. En wat staat op het boek? Tekening. Vind je dat ook? Ja. Vind je lezen ook leuk? Ja. Oké, eerlijk zijn, wie leest elke dag? Wie houdt van lezen? Steek je vinger alsjeblieft op. Zo weinig kinderen houden van lezen. Dat is wel jammer. Ja, mensen, je moet leren houden van lezen. Waarom?
Nederlands is de taal, onze taal waarin we spreken. Nederlands is de taal waarin we alles doen, onze studie, alles is Nederlands. Je volgt het vak Nederlands, maar aardrijkskunde is ook in het Nederlands. Geschiedenis ook, biologie ook. Dus als je geen Nederlands kent, ga je dat ook niet kennen. Ja toch? Dus mensen, Nederlands is zeer belangrijk. Wij moeten Nederlands kennen als we verder willen gaan in ons leven. Is onze taal. En als je alleen maar leest, door veel lezen ontwikkel je jezelf in een taal. Je gaat moeilijke woordjes tegenkomen. En tijdens het lezen ga je uit de context kunnen halen misschien wat het betekent. En je moet lezen tot een hobby maken. Als het misschien, boeken zijn duur, misschien kan je boeken niet aanschaffen. Je hebt een mediatheek hier. Iedereen heeft zijn mobiel, kan downloaden, verhaaltjes. Of je kan gewoon op je mobiel lezen. Is mogelijk, maar lees alsjeblieft. Lees, maak er een gewoonte van om elke dag een beetje te lezen. Vandaag ga ik voorlezen. En ik heb ook iets uit het net gedownload en uitgeprint en voor jullie gebracht. Ik wil dit ook voorlezen. En je gaat zien hoe leuk het zal zijn. Ja? Goed, dan ga ik plaatsnemen en dan gaan we lezen. Leuk, ik ga lezen, jullie gaan luisteren. Is goed? Ik heb vandaag het verhaal gekozen over Anansi. Het is een Anansi-tori. Kennen jullie Anansi? Ja, ja, ja. Wie is Anansi? Een spin. Goed zo. Is een dier en een spin. Welk kenmerk kunnen we zetten? Of ja, welk kenmerk? Wat is een karaktereigenschap van Anansi? Hij is erg? Slim. Knap, slim. Goed zo. Dat is Anansi. Erg slim. Ja, hij is erg slim. En vandaag ga ik een verhaaltje vertellen. En dat verhaaltje, uiteindelijk komt het uit in een spreekwoord. Ken je het spreekwoord? Het begint met wie. Het heeft ook te maken met slim. Wie niet? Wie niet sterk is? Moet? Slim zijn. Goed zo. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En daar gaat dat verhaaltje over. Over onze Anansi. Laten we kijken hoe slim hij is geweest. Ja? Ik zal het verhaaltje voorlezen. Meester Superspin Anansi had honger. Geld moet ik hebben, dacht hij. Wie geld heeft, hoeft geen honger te lijden. Hoe komt een mens aan geld? Je kunt ervoor werken als je er zin in hebt. Je kunt het stelen als je slecht bent. En je kunt het lenen als je goede vrienden hebt. Mag je geld stelen? Nee, toch? Dus dat is slecht. En wat zegt Anansi? Ik heb geen zin om slecht te zijn. Maar heb ik wel genoeg vrienden die iets voor een vriend over hebben? Zo zat meester Superspin Anansi te denken. En het duurde niet lang of hij ging op pad om links en rechts geld te lenen. Omdat hij een mooie babbel over zich had, had hij al snel genoeg bij elkaar geleend om enkele maanden lekker te eten en te drinken